kiezen. Ik zeg dat dit een kwart deel is, want zo binnen wij hier. Ja, dan moet je al vrijdag, zaterdag en soms op zondag ook nog wat missen. Wij hebben gedacht, een vrouw die altijd stuk in alles, dat zij dit verdient. Wij willen haar niet vergeten. Ja, ik zal eerst deze doen. Dan moet je maar even uitpakken. Jij mag in de vakantie klaar lezen. En je mag ook heel veel lachen. Deze persoon die hier omschreven wordt, die zelf een busrijder is, die heeft schijt aan de hele wereld. En dan moet je lachen om zijn uitdrukkingen en zijn aanstekelijke lachen. Pak hem maar even uit. Ja, maar hebben we meer een natuurlijke man bekend willen? Of niet even? Hé, wij hebben nog iets, dat noemen ze een aanbouw. Wat vind je daarvan? Echt, ik moet het ook aanbouwen, anders krijg ik dan last van een emotie op. Ah, dat komt wel. Oké, dankjewel, is wel. Goed hoor, maar we hebben nog wat voor jou. Jij zegt altijd van, ik zie hier altijd zulke mooie vrouwen in dit stadion. Hoe ik in de zaken kan, en dan laat ik mijn pret ook eens even zo gluren. En dan denk ik van, wauw, maar ik heb India. En dan wil ik dit aanbieden. Oh, wat een machtig. Nou, ik ben hier heel blij mee. Ik zal er nog vaker kijken. Ik mag niet aankomen, denk ik, Jan, maar prachtig mooi. Ik moet mijn ogen afbrengen, zeg maar. Ja, dus dat blijft ook. Dat is niet zo niks gekregen, hè? Ik denk dat dit ook wat verleden van iemand is, hoor. Ik vind die ook mooi. Hier hebben we nog wat. Jij bent gek op vis eten. Gaan we vanmiddag ook doen. Als het goed is. Vis eten. Maar dit is voor jou en Diana, zodat jullie samen, gezellig, even zonder kindertjes daarvan kunnen genieten. En we paken met hem maar even op, pas op het einde. Nou, dankjewel, dankjewel. Van Fokkelaar, dus dat wil je nou doen. Nou, dat vind ik mooi. Oh, Fokkelaar is Friesland, ontdek de wereld, prachtig mooi. Dan hebben we nog wat, hè? Je weet dat Abraham ook op de mosterd zoekt. Op een gegeven moment weet hij waar hij vandaan komt. Jij kent ook de spreuk van mosterd naar een maaltijd. Weet je eigenlijk waar dat ligt al? Nee, ja. Nou, mosterd naar de maaltijd was rond 1200 gingen mensen al zwaar vet eten. Nou, dat als iedereen uitgebroken heeft gegeten was, dan werd een vrouw, die pakte aan de pot mosterd. En dan kreeg iedereen op een bord een lege mosterd. En waarom kregen ze dat? Om het vet af te breken. Maak het zo zien, dan hoef jij dat niet meer over. Dat wist dat bij mij hoor, dat is soms wel eens goed niet. Nou, wij willen al dit over de handen, alsjeblieft. Oh man, en jullie wisten al, en jullie wisten al van. Ik heb hier een jaar mee. Ik heb hier nog 5 jaar. En nou, mag ik nog wat zeggen, dit zijn de mensen die het allemaal hebben mogelijk gemaakt
met deze pomp en alles anders wat we rekenen. Je ziet een beetje bloed uit aan de voorkant. Kijk, je bent wat rimpelig. Dat is voor de volgende 5 jaar. Maar dit zijn alle mensen. Kijk, wat hier staat. Die? Ja, ja. Je hebt een spontaan meegedaan. En ik hoop dat jij deze dag wordt zo gegeven. Je krijgt zo een hand van mij. Ik ben hartstikke trots dat ik hier mag staan. En je bent allemaal liefst kaken bij elkaar. Ja, dan gaan we ervoor. Tot morgen.